Ik ben hier in een hotel en hier hebben ze toch wel iets heel bijzonders in de douche zitten. Dat is namelijk dit dingetje, maar dat zit in de slang naar de douchekop. En ik zal wel even laten zien hoe het werkt. Als je namelijk de douche aanzet, dan zul je zien dat het display zal oplichten. Het display geeft tijdens het douchen aan. Ik zal hem eventjes een klein beetje draaien. De hoeveelheid liter water die wordt verbruikt gewoon real-time. Het geeft bovenaan ook de temperatuur van het water wat door de douchekop stroomt. En dat die temperatuur die gebruikt hij aan het einde om een berekening te maken. En hieronder zie je een ijsbeer. En dat is heel visueel weergegeven. Als je heel lang doucht zul je zien dat de ijsschots waar die op staat steeds kleiner en kleiner wordt. Nou, als je vervolgens klaar bent met douchen dan zet je de douchekraan uit. En dan zul je zien dat hij hier een berekening aangeeft. A+ 281 wattuur aan energie verbruikt. En die wattuur die berekent hij natuurlijk aan de hand van de gemeten temperatuur van het water. A+, dat geeft ook een beetje aan in de lijn met de energielabels hoe zuinig je bent geweest. En dit dingetje is ook weer een stukje gamificatie van het zuinig omgaan met niet alleen water, maar ook gas als dit met een gasketel wordt verwarmd. Of gewoon elektriciteit wanneer het uit een elektrische boiler komt. Dit toestelletje is ook nog eens een keer te koppelen via Bluetooth. Het is overigens al wel een oud apparaatje. Deze komen al uit 2016. Ze zijn niet meer te koop. Maar dit bedrijf heeft nog wel douchekoppen in het assortiment zitten waar dit ook in zit. Ook weer gekoppeld met een app. Heel grappig dat ze dit in een hotel hebben toegepast. Er zit verder ook geen batterij. Hij haalt zijn elektriciteit om dit display aan te sturen en de elektronica uit een schoepje aan de binnenkant waar hij ook zeg maar de flow van het water mee genereert. Daar zit een kleine generator op, een klein generatortje. En daar haalt hij zijn energie uit. Dus dit hoeft ook verder niet opgeladen te worden. Heel grappig dat ze dit... Ik heb dit nog nooit eerder in een hotel gezien. Dus ik wou het jullie graag eventjes laten zien in deze video. Dank jullie wel.